is er hier eigenlijk van hangmatten? Wel, ik alleszins wel. En ik heb zoiets van, waarom mogen mijn twee beste vrienden dan ook geen fan zijn van hangmatten? Dus ik ga vandaag een kattenhangmat maken. En wat heb ik daarvoor nodig? Een mand zoals deze. En een oude t-shirt. En that's it. Hoe gaan we daar nu aan beginnen? Wel, de mand die houden we gewoon zoals ze is. Onze t-shirt die leggen we open. En we zetten de mand daarop. We tekenen een cirkel rond onze mand. En dan hebben we direct de juiste grootte van hangmat. Voilà. Dat was stap 1. En nu gaan we nog een cirkel tekenen, maar op een afstand van zo'n 5 centimeter van onze eerste cirkel. En klaar. Nu kunnen we beginnen knippen, hè. Oké. We gaan enkel voorlopig de buitenste cirkel knippen. Zult wel zien waarom. Soms dat ik dat graag doe knippen. De laatste rechte, een kromme lijn. En klaar. We zijn klaar, we hebben onze cirkel en de rest van de t-shirt die mag weg. En wat hebben we nu? Dus een grote cirkel met daarin een kleine cirkel. En wij moeten nu die grote cirkel in reepjes knippen. Dus we gaan dat doen, hè. Van 1 tot 2 centimeter zo af. Kies dat zelf een beetje ongeveer hoe dik. Kom dan een keer kijken, Trips. Dan kan ik weer iets voor u aan het maken. Maar ja. Oh wee, als je er niet in ligt. Ik blijf hier geen speelgoed voor u maken, hè. Ja, ik denk dat hij fan is. En nu kunnen we met de laatste stap al beginnen. We moeten die lisjes rond onze mand knopen. Zo gemakkelijk is het eigenlijk. Dus je pakt twee lusjes, eentje langs onder en eentje langs boven. En knopen, knopen, knopen. De laatste memorabel moment. En onze kattenhangmat is klaar. Het enige dat we nu nog nodig hebben is een kat die erin wil liggen. Hè? Triple! Vedette! Hier is een kat. Let me know what you think. We zien een keer. Ik denk dat Irene heel gelukkig is. Geniet er nog van, je. Hey, vriend. Hey, Charlotte van Beesties hier. Vonden jullie dit ook zo'n leuke video? Ja? Klik dan hier en bekijk deze aflevering op VTM Go. Veel kijkplezier!